In de ontwikkeling van de Nederlandse rechtsstaat en democratie speelt het jaar 1848 een heel belangrijke rol. In dat jaar wordt de grondwet gewijzigd door het liberale Kamerlid Thorbecke. En hier hebben we hem, Thorbecke. Hij is dus lid van de Tweede Kamer, hij is een liberaal en hij krijgt steeds meer kritiek op de gang van zaken in Nederland. En die gang van zaken die hebben wij in de vorige paragraaf al gezien, in 1.3. Het beleid van de koning was volgens hem niet goed. Dat paternalisme waarbij de koning probeerde zoveel mogelijk te beslissen voor het volk en waarbij hij het volk dus buiten schot hield, dat vond hij niet goed. Bovendien zag hij om zich heen dat leden van de Tweede Kamer en ook andere mensen in het bestuur, dat die nauwelijks gekozen waren op basis van hun capaciteiten en competenties, maar puur op een basis van hun connecties. Ze kenden de koning of ze kenden andere belangrijke mensen. En dit had tot gevolg, zag Thorbecke, dat de gewone bevolking zich eigenlijk nauwelijks bezig hield met de politiek. Ze hoefde zich er ook niet mee bezig te houden, maar de gewone bevolking was dus eigenlijk te passief en te gemakzuchtig geworden, vond Thorbecke. En ja, dat was al niet goed, maar hij zag ook dat dat grote gevolgen had voor Nederland, want Nederland telde internationaal gezien steeds minder mee. En bovendien ging het steeds slechter met de nijverheid en met de handel. En daar moest dus iets aan gedaan worden. En volgens Thorbecke lag de sleutelrol daarvoor bij de burgers. De burgers moesten meer invloed krijgen op het bestuur. Dan zouden zij zich weer verantwoordelijk gaan voelen voor Nederland en dan zouden ze met z'n allen Nederland er weer bovenop helpen. Dat vond hij. Maar ja, tot 1848 werd er eigenlijk nauwelijks naar hem geluisterd. Koning Willem II, de opvolger van koning Willem I, die luisterde al helemaal niet. In 1848 veranderde dat dus. Want 1848 is het zogenaamde revolutiejaar en hier zien we Europa in dat jaar en als je goed kijkt zie je bij verschillende steden rode vlaggen staan en die rode vlaggen staan voor burgeropstanden. Zo kwam de bevolking in Parijs, in Berlijn en in Wenen in opstand tegen het bestuur. Ze wilden meer invloed hebben, ze wilden meer invloed krijgen op het bestuur. En koning Willem II zag dit overal in Europa gebeuren en hij werd bang. Oei, als dat in Berlijn kan gebeuren, dan kan dat ook in Den Haag gebeuren. En daarom riep hij Thorbecke bij zich. Thorbecke, je hebt toch van die ideeën over een nieuw bestuur dat liberaler is en waardoor de burgers meer invloed krijgen? Wil jij voor mij die grondwet wijzigen, zodat die liberaler wordt, zodat die misschien wel democratischer wordt? En Thorbecke ging aan de slag. En die grondwetswijziging, die veranderde het bestuur in Nederland helemaal. Hij zette het bestuur op zijn kop eigenlijk. Zo was het. Dit schema hebben we ook al gezien bij paragraaf 1.3. En ja, je ziet al aan de pijlen, de koning, die had de meeste macht. Alles draaide eigenlijk om die figuur van de koning. Eerst Willem I, daarna Willem II. En dat moest anders, dus dat veranderde Thorbecke. Maar ja, hoe werd het dan wel? We gaan het even kijken, naar die koning eerst maar eens. Die koning, die bleef nog steeds lid van de regering. Maar die koning werd nu wel onschendbaar. Als er nieuwe wetten werden gemaakt en die pakte niet goed uit, dan kon de koning daar niet langer de schuld van krijgen. En op zich zou je zeggen, dat is goed natuurlijk voor de koning, want als er iets fout gaat, kan hij dus niet de schuld van krijgen. Maar dat betekende in de praktijk ook dat hij er niet meer verantwoordelijk voor was. Ja, wie was er dan wel verantwoordelijk voor? Ja, dat werd de minister van een bepaald beleidsterrein. De ministers kregen ministeriële verantwoordelijkheid. Zij werden aangesproken op het beleid van de regering. En in feite waren zij daardoor dus ook steeds machtiger ten opzichte van de koning. Zij maakten de wetten eigenlijk en niet langer de koning. Ja, hoe zit het dan met het parlement dat de regering moet controleren namens het volk? Dat parlement dat bleef bestaan uit de Eerste en de Tweede Kamer. Maar die Eerste Kamer was in de tijd van koning Willem I en ook dus tot 1848 bij Willem II bij elkaar gezet eigenlijk door de koning zelf. Die mocht zelf die kamerleden benoemen. Nu werd dat veranderd. De Eerste Kamer werd gekozen door de Provinciale Staten. En die Tweede Kamer, die werd voortaan direct gekozen door de burgers met censuskiesrecht. Er moesten dus voortaan verkiezingen komen. En dat betekent dus meer democratie, zou je kunnen zeggen. Daarnaast kreeg die Tweede Kamer sowieso meer bevoegdheden, want zij mochten voortaan ministers ontslaan. Ze kreeg dus voortaan echt een controlerende taak. Iets anders dat Thorbecke in die nieuwe grondwet deed, was het aantal klassieke grondrechten uitbreiden. De vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, van onderwijs, de vrijheid van vereniging en vergadering, ze werden nu allemaal vastgelegd in de grondwet. En daar waren liberalen heel blij mee, want daarmee was de individuele vrijheid eigenlijk ook gegarandeerd. Maar goed, dan dus die vraag,
Hoe democratisch was Nederland dan eigenlijk geworden? En daarvoor moeten we gaan kijken naar dat woordje censuskiesrecht. Want blijkbaar mochten mensen dus stemmen, burgers, maar alleen diegenen met censuskiesrecht. En wat is dat? Een census is een bepaalde grens. En in dit geval een bepaalde belastinggrens. Dan mochten alleen burgers stemmen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden. En betaalde jij minder belasting dan het bedrag van die grens, dan mocht jij dus ook niet stemmen. Dat vond Thorbecke eerlijk, dat vonden veel liberalen vonden dat ook goed, want ja, de mensen die het meeste belasting betaalden, ja, die moesten ook de meeste inspraak krijgen over wat er dan met dat belastinggeld gebeurde. En bovendien, dacht Thorbecke, werd dan ook het bestuur overgelaten eigenlijk aan, ja, toch wel de slimste, want ja, dat waren vaak toch ook de rijkste mensen. Als je slim genoeg was, dan zorgde je er ook wel voor dat je rijk was. Was je arm, ja, dan had je blijkbaar iets niet goed gedaan en dan was je misschien dus ook wel niet zo slim. Dus vandaar dat censuskiesrecht. Maar betekent dat dan dat er democratie was in Nederland in 1848? Het antwoord is nee. Er was duidelijk nog geen democratie. Want als we de bevolkingspyramide er even bij pakken, die altijd een hele hoop duidelijk maakt, dan zien wij dat Nederland in 1848 en eigenlijk die hele 19e eeuw bestaat uit drie groepen, drie klassen. De eerste klasse is de gegoede burgerij, dat zijn de rijkste mensen met de meeste invloed. Dan moet je denken aan fabrieksbazen en artsen en dergelijke. Dan heb je de middenklasse, de kleine burgerij. Mensen die ook een goede opleiding vaak nog hadden genoten, of in ieder geval een opleiding hadden genoten. En die bijvoorbeeld een eigen zaak hadden, zoals een bakker of een kroegeigenaar. Of mensen zoals bijvoorbeeld een leraar of lerares. Ja, en dan de grootste groep Nederlanders bestond in die 19e eeuw toch uit de arbeidersklasse. Die was opgekomen door die industriële revolutie. Ja, en wie van die klasse had er nou door dat censuskiesrecht eigenlijk inspraak gekregen in het bestuur? Wie mocht er stemmen? Nou, dat was maar een heel klein deel. Het deel dat je nu ingekleurd ziet. Alleen een deel van de gegoede burgerij mocht dus stemmen door die grondwetswijziging van Thorbecke in 1848. En je ziet ook dat die gegoede burgerij nu in tweeën wordt gehakt. Want dat stemrecht, dat gold alleen voor mannen. Vrouwen mochten sowieso niet stemmen. Is er dus sprake van democratie door die grondwetswijziging van Thorbecke? Nee, absoluut niet. Maar die grondwet van Thorbecke, die legt wel de basis voor het ontstaan van een echte democratie. Het is er een stuk democratischer op geworden.